Het aantal COVID-19-besmettingen in Italië is in slechts 4 dagen gegroeid van 4 naar ruim 200. Hoe de situatie in korte tijd exact kon escaleren is nog onduidelijk, daarvoor zijn de Italiaanse autoriteiten naarstig op zoek naar patiënt nul. Een 38-jarige Italiaanse man in Lombardië test positief op het coronavirus. Onbekend is hoe hij geïnfecteerd is geraakt. Media melden in eerste instantie dat hij in China zou zijn geweest, maar die berichten blijken niet te kloppen. De man is opgenomen in een ziekenhuis in Kodogo, een dorp gelegen op ruim 60 kilometer ten zuidoosten van Milaan. Het is op dat moment het 4e besmettingsgeval in Italië. Nog eens 5 Italianen in Lombardië zijn besmet met het virus. Het gaat onder andere om de vrouw en een goede vriend van de man bij wie het virus enkele uren geleden is vastgesteld. Regionale autoriteiten gaan honderden mensen, die mogelijk contact hebben gehad met de 6 besmette mensen, testen op het virus. Het aantal infectiegevallen loopt op naar 16. Naast Lombardië zijn nu ook 2 mensen in de naastgelegen regio Veneto besmet. Overheden in de getroffen regio's gelasten alle openbare activiteiten, zoals sportwedstrijden, af. Ook blijven kantoren en scholen tot het einde van de maand dicht. Zeker 10 dorpen kondigen quarantainemaatregelen af. Een eerste Italiaanse coronapatiënt overlijdt aan de gevolgen van het virus. Het slachtoffer is een 78-jarige man uit Padua, een stad in Veneto. Ongeveer 30 mensen, waaronder kinderen, zijn maandagmiddag om 14:45 in de Duitse stad Volkmarsen gewond geraakt doordat een auto is ingereden op een carnavalsparade. Volgens de Duitse politie handelde de 29-jarige automobilist, die meteen werd opgepakt, opzettelijk. De verdachte wordt eerst behandeld aan zijn verwondingen, voordat hij kan worden verhoord. Een aantal van de slachtoffers is zwaar gewond. De chauffeur is volgens de politie een Duits staatsburger en reed in een zilvergrijze Mercedes stationwagen. Ongeveer een derde van de slachtoffers is kind, zegt Peter Beut, een minister van de deelstaat Hessen, maandagavond. Voor zover ik weet zijn er nog geen indicaties die kunnen wijzen op een motief. Dit wordt nu met man en macht onderzocht, aldus Beut. Harvey Weinstein is maandag schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting in de rechtszaak in New York over seksueel misbruik van 2 vrouwen. Een jury van 7 mannen en 5 vrouwen oordeelde dat de filmproducent schuldig is aan 2 van de 5 aanklachten. Weinstein gaat in hoger beroep. De 67-jarige Weinstein is vrijgesproken van de zwaarste aanklachten, te weten aanranding met roofzuchtig motief en verkrachting in de eerste graad. De straf tegen Weinstein wordt op 11 maart bepaald. Rechter James Burke zei maandag in de rechtbank in Manhattan dat Weinstein direct moet worden overgebracht naar de gevangenis. Tijdens zijn proces hoefde de producent nog niet in de cel te zitten. Weinstein kan voor de 2 aanklachten waarop hij schuldig bevonden is, waaronder verkrachting in de derde graad, seks met een persoon zonder zijn of haar instemming, maar niet op gewelddadige wijze of onderdeel van een bewust patroon, worden veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.
Als Weinstein wel was veroordeeld voor alle aanklachten, dan had hij een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen.